Berry Zeemens, we staan op het kerkhof in Bergen. Vanwaar die expositie hier? Ik weet niet, ik vind het gewoon een heel mooi gewoon gebied. En ik heb een aantal jaren ook in de uitvaartwereld aangedaan. En onderwerpen van mijn leven zijn altijd leven en dood. En ik ken het hier een beetje. En ik heb het aan de mensen die hier werken gevraagd of het kon. En die hebben vervolgens een samenwerking met de gemeente toestemming gegeven. En omdat het thema dit jaar in Bergen lust is, en dan denkt men vaak aan eten en erotiek, maar ik dacht gelijk ook aan het thema levenslust. Dus dan is op de plek waar mensen dus begraven liggen, zeg maar, dat je dan toch het leven aan mag reiken. Levenslust. En dat vond ik gewoon heel mooi. Ja. En het is gewoon ook een prachtige omgeving. Dit is jouw werk. Ik zie hier een schaakbord, een schaakspel. Ja. Wat kun je daarover zeggen? Nou, ik heb een aantal onderwerpen in mijn leven, vond ik al heel mooi. Leven en dood. En oer en ook schaakspel. En dan niet direct in het letterlijke zin. Ik vind een schaakspel mooi, maar ik gebruik het vaak beeldend. Ook als ik af en toe wel eens les aan kinderen geef, en filosofisch. En dan vraag ik altijd aan een schaakspel. Hoe beweegt een toren? Hoe beweegt een loper? Hoe beweegt een paard, een koning, een pion? En dan koppel ik dat terug naar de persoon, naar de mens, naar de kinderen. En dan, hoe beweeg jij in het leven? Dus dan wordt het schaakspel in beeldspraak als een reflectiemiddel gebruikt. Wie lopen daar allemaal, Berry? Dit zijn oermensen en ze komen als het ware uit het water. Ik weet niet van oorsprong waar wij vandaan komen. Die vraag speelt nu weer in de waar dan ook, alle tijden. Waarschijnlijk zijn we de zesde, vijfde of zesde menssoort. Neandertaler is er nog bijgekomen. En ik vind het zo mooi dat je dus vanuit het water die oermensen laat komen. En onderweg worden we heel divers qua kleur. Veranderen, andere vormen, andere kleuren. Het mooie van ook is, als je helemaal naar het begin gaat, dan hangt een tekst van een autistische jongen. Waar zou hij het liefst willen zijn? In het water. Waarom? Dan voelt hij zich veilig geborgen. Berry, we zijn nu in de aula. En hier zie ik een heel mooi plateau met van wat jij zegt, dat is jouw leven. Delen van jouw leven. Ja. Wat kun je daarover vertellen? In eerste instantie, we proberen altijd een beetje grip op ons leven te krijgen. Een soort formule neer te leggen, zoals in wiskunde of hoe dan ook. En ik heb daar een soort formule neergelegd. Je hebt een oorspronkelijkheid. Ik heb informatie van voorouders doorgekregen, dus mijn bouw, mijn uiterlijk. En vervolgens ook een doel in je leven. Ik heb dan eenvoud staan. Daarnaast heb ik zee en wind om je zeg maar aan te duwen. Een soort een beeldspraak, allemaal woorden en een bootje. Nou, daar staan allemaal dingetjes liggen daarop die van mijn invloed zijn geweest op mijn leven. Ja. Ik wil ze even van dichterbij bekijken. Ja. Levensinzicht, een boek? Ja, ik was in de 20, heb ik Rilke mogen ontmoeten. Ontmoeten tussen aanstekens. En ik heb daar gewoon heel veel reflecterend, lezend, mooie inzichten uit mogen halen. Ja. Hier ook een beeld, een mammoet. Ja. Zie ik erin? Ja, nee, klopt. Maar dat is dan een aanvulling op het oorspronkelijke. Je moet dat begrip een beetje verbeelden. En dan vind ik een mammoet een heel illustratief beeld. En ik heb daar een echte originele mammoetkies neer liggen. En dat kies is duizenden jaren oud. En dat is zo fascinerend dat wij kunnen dat in onze beleving eigenlijk niet voorstellen. Maar dan heb je iets wat gewoon duizenden jaren... Nou, ik weet niet wat duizenden jaren is, maar ik kan dan wel iets ervaren. En dat hoort bij het begrip oorspronkelijk. Ja. Als laatste de doek daar die ik zie liggen. Welke betekenis heeft die? In feite niet. Het is gewoon een beetje speels. Dat in het leven heb je ook gewoon een donkere kant. Een beetje zwarte zijde. Iets, de dood zweeft gewoon met je mee. Ik ben niet bang voor de dood. Ik vind het ook niet erg om de dood in te gaan. Maar het geeft wel een bepaalde spanning in je leven. Doordat je... Volgens mij waren we bijna dood. Ja, die veroorzaken wel dood. Dat is vrij recent weer in beeld gebracht. Maar los daarvan, ik heb zwarte doek vond ik gewoon mooi neer te leggen. Omdat de dood altijd mee
leeft, mee huist in je leven. Het geeft toch een bepaald besef. Kijk, op het moment dat jij geboren bent, ben je oud genoeg om te sterven. En dan zich is dat voor een mens die dat denkt, weet, et cetera, een gruwelijke gedachte. Het is niet van mij, het is van Heidegger. En dat is toch wel om mee te stoeien. Heel veel mensen zijn gewoon bang voor de dood. Maar feit, als je het gewoon op een mooi plekje kan geven, het weet, krijg je veel meer ruimte om te leven. Ja, dus toch een stukje donker ligt daar. Dus ja, dan heeft het wel degelijk een betekenis voor mij althans. Ja. Barry, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Ja, dank je wel. En graag tot ziens.